Alexander, fixed mobile integratie, hoe hot is dat in het bedrijfsleven op het ogenblik? Dat is vrij hot in die zin dat bedrijven aan het kijken zijn hoe ze de communicatie, de bedrijfscommunicatie beter kunnen doen. En beter kan zijn goedkoper, maar dat kan ook efficiëntie zijn. Dus het consolideren van telefooncentrales, het integreren van vaste en mobiele infrastructuren, het aantal leveranciers dat daarbij zitten. Dus daar komen heel veel aspecten bij kijken als je het hebt over vast mobiel integratie. Is iedereen daar nu mee bezig? Of de helft? Of is het nog een voorlopers, is het nog een voorlopersmarkt? Nee, dus ik denk dat het merendeel, noem eens wat, 60%, 70% van de bedrijven ons heeft aangegeven, daar zijn we mee bezig. En daar zijn we heel concreet mee bezig in de consolidatie of in het vervangingsmarkt van wat ik nu heb. Ja, want het is een ontzettende vervangingsmarkt. En ik kan me nog herinneren, toen Vodafone ooit kwam met de eerste ideeën. En toen was het, mobile wordt alles. Ja. En we doen helemaal niks meer met telefooncentrales. Hoe heeft dat denken zich ontwikkeld? Ja, dat is inderdaad al een aantal jaren geleden. Eigenlijk in 2006 hebben we onze strategie aangepast en gezegd van we zullen vaste en mobiele communicatie met elkaar gaan convergeren, laten samenkomen. En daarvoor was het, alles wordt mobiel. En daarvoor was het inderdaad een visie dat we alles mobiel werden. Wij zijn van wc-eend en wij willen gewoon alles van wc-eend. Maar toen was het op een gegeven moment combineren. Ja. Omdat de technologieën daar in staat toe waren. Maar eigenlijk ook natuurlijk omdat de klant, de gebruiker, het veel makkelijker zou willen. Die wil niet meer hoeven kunnen nadenken over, heb ik nu een vaste telefoon en een mobiele telefoon. De opkomst van smartphones was natuurlijk toen nog niet zo heel erg als het nu is. En als je dat nu terugkijkt, is dat denk ik ook wel een juiste keuze geweest. Maar je blijft nog steeds een marktsegment zien waarin bedrijven zeggen, alles mobiel, mobile tenzij. En dat blijft nog steeds groeien. Dat segment dat blijft groeien met de komst van allerlei technologieën die men vanuit de privéomgeving kent, het bedrijfsleven inbrengt, zie je dat alleen maar toeneemt. Ja. Dus enerzijds heb je heel veel vestigingen van bedrijven. Ja. En is dat nou allemaal IP geworden? Zeg maar, is IP de drijvende force om alles makkelijk te kunnen integreren? Het is wel een vervangingsmarkt. Er zijn nog heel veel bedrijven met ISDN-lijnen. En er zijn nog heel veel bedrijven die internet... KPM stopt er binnenkort mee, hè, met ISDN-lijnen. Ja. Dus die vervangingsmarkt die zien wij ook wel zitten. En er zijn nu inderdaad heel veel bedrijven die overgaan zijn naar glasvezel. En daarbij dus eigenlijk weer zich afvragen, wat moet ik gaan doen? Moet ik dan weer doorgaan op de traditionele manier van het hebben van een telefooncentrale met daarbij behorende kosten van de levensduur van zo'n telefooncentrale? Of zijn er andere mogelijkheden? Maar ook met het in het achterhoofd houdend van ja, moet ik dat nog zelf willen? Of wil ik dat eigenlijk uitbesteden aan iemand die daar beter in? Ja, en Vodafone kennen we dus van mobiel, maar jullie leveren nu ook fixlijnen en zelfs ook telefooncentrale integratie. Ja, op dit moment hebben wij een portfolio uitgebreid eigenlijk sinds april van dit jaar, waarin we een overname hebben gedaan van een bedrijf wat hosted telefonie heeft. Dat heette? En dat heette toen Telespectrum. En Telespectrum had een hosted dienst die wij gezamenlijk aan het ontwikkelen waren. En dat bedrijf hebben we overgenomen, volledig geïntegreerd en hebben nu een dienst van gemaakt. Dat heet OneNet. En OneNet staat met name op dit moment het MKB in staat om hun telefooncentrale te vervangen door zo'n hosted dienst. Waarin vast en mobiel volledig geïntegreerd is. Waar je dus eigenlijk niet meer hoeft af te vragen, ja, ga ik nu met een vaste telefoon bellen of een mobiele telefoon? En welke kosten zitten daarachter? Je vervangt daarmee dus eigenlijk meerdere leveranciers in één. En daar hebben we partners voor die dan daar ook een rol in spelen. Oké, dus wanneer doen jullie het zelf en wanneer werk je met partners die dat doen? Ja, daar hebben we daar een distributiebeleid op. Dat boven de 150 medewerkers en daarboven zitten wij zelf. En daaronder zit exclusief ons distributie. Ja, maar ook de partners kunnen ook grotere bedrijven doen als ze daar gewoon een goede relatie mee hebben. Zeker weten, ja. Oké, dan enerzijds, dus je hebt eigenlijk IP, je hebt fixed line integratie, je hebt de smartphones waarmee je met appjes nu tegenwoordig kunt bellen met de volledige functionaliteit van de telefooncentrale. Dat zit allemaal nu in dat nieuwe platform. Ja, in dat OneNet dienst. En dan krijg je gewoon diensten per maand, per medewerker, ook met inclusief verkeer. Op basis van het profiel van de medewerker, want je hebt een receptioniste, je hebt een officewerker, je hebt een directeur, je hebt mensen misschien in de loods. Die hebben allemaal verschillende profielen en op basis van dat profiel kun je dus inderdaad de diensten, de functionaliteit die je wil hebben, kun je afnemen. Je hoeft niet meer te investeren in allerlei hardware, je kunt die dienst gewoon afnemen. Ja.
bellen is allemaal leuk en aardig, maar eigenlijk jongere mensen bellen niet meer. Die WhatsAppen, die chatten, die doen videoconferencing, Skype-integratie. Hoe zie jij de toekomst van de communicatie? Zie ik bij de personen, zie je dat heel snel gaan. Bedrijven heel erg langzaam. Hoe krijgen zij ook gewoon die video en die chatfunctionaliteit en dat geïntegreerd werken? Ja, ik denk dat je het wel goed zegt. Je ziet het bij personen, hè? De consument, jij en ik. Werken op die manier al. Of werken, moet ik eigenlijk zeggen, communiceren op die manier meer al. En je ziet natuurlijk, en dat is dan een heel mooi woord, dat heet consumerization. Dat wordt naar de werkvloer gebracht. En daar wordt van verwacht dat mensen dat inderdaad ook op hun werk kunnen. Wat wij als Vodafone daarmee aan het doen zijn, we hebben eerst vaste mobiel geïntegreerd. We hebben daarna hosted telefonie eraan toegevoegd. En de volgende stap zou zijn dat wij applicaties zoals office applicaties, maar bijvoorbeeld ook video, audioconferencing, chatfunctionaliteiten zullen toevoegen aan datzelfde platform. Waardoor je dus eigenlijk één bedrijfstelefonie communicatieplatform krijgt waarin software zit, waarin telefonie zit en waarin natuurlijk ook handsets en connectiviteit zit. Ja. Als je nou ziet de concurrenten die in die nieuwe wereld terechtkomt van de video en de chatten en dat soort dingen. Vroeger was het Ericsson en Lucent en dat soort bedrijven. Wie zijn het nu? Nou, het wordt steeds meer natuurlijk vervangen door aan de ene kant hosted platformen, consolidatie van allerlei platformen naar één platform. En dan zijn er nieuwe spelers zoals Cisco en Microsoft natuurlijk. De oude, die kom je eigenlijk nauwelijks tegen? Nou, nauwelijks wil ik niet zeggen, maar wel minder. Oké. Okay. Hey, dan als je kijkt van, dat levert me dus minder gedoe op en levert me ook minder kosten op. Is het echt aanzienlijk goedkoper of is het een beetje goedkoper? Of wat zijn de voordelen om op deze manier te werken? Ja, ik denk dat je meer moet praten vanuit voordelen dan vanuit alleen maar een kostenaspect. Je zal moeten kijken. Tuurlijk, ja. Kosten zijn niet. Het is toch ook echt wel stukken goedkoper om gewoon 20 PBX'en ergens lokaal te hebben en dat allemaal te vervangen door een hosted IP-dienst. Ja, het scheelt toch bakken met geld? Ja, maar daar zit natuurlijk wel een bepaalde infrastructuur achter die daarop gebouwd is. Die moet vervangen worden door een andere infrastructuur. Dus er zit altijd een aantal opstartkosten in. Wat je natuurlijk niet hebt, is het aanschaffen en het moeten zelf beheren van die telefooncentrale. Een vaste prijs per maand per persoon en makkelijk uitbreiden en makkelijk integreren. Downsizen naar boven, naar beneden, internationaal. Dat je zegt van nou, ik heb dat niet alleen in Nederland, maar ik heb dat misschien straks ook in Amerika en Engeland en Duitsland. En op één platform datzelfde kan aanbieden. Met diezelfde functionaliteiten en diezelfde beheerstructuren. Hey, hoe integreer je nou zo'n OneNet oplossing bij het MKB? Wij doen dat met onze specialisten, dat zijn business partners, die zitten in het hele land. En zoals PAC is een specialist die daar ons vertegenwoordigt in de OneNet-propositie. We zien dat bij de particulieren 80% nu IP-telefonie is. Alles is zeg maar over, iedereen is eraan gewend, het is echt aanzienlijk goedkoper. Hoe lang duurt dat nog voor de zakelijke markt voordat we die transitie hebben gedaan? Ik denk dat we de komende 2 jaar echt een transitie gaan zien waarin bedrijven overgaan van niet alleen naar IP, maar ook naar andere vormen van het hebben van platformen. Dus naar traditioneel telefooncentrales, naar hostendiensten of een hybride model daartussen. En dan ook die diensten toevoegen van video en chatten en dat soort zaken? Ja, en dat zal voor een aantal bedrijven, grote bedrijven, zal dat makkelijker zijn omdat ze al een licentie hebben bijvoorbeeld van een Microsoft of al een platform hebben of een infrastructuur van een Cisco en kunnen daar steeds meer ja, eigenlijk lagen aan toevoegen die die communicatie mogelijk maken. Heerlijk, het traditionele telefoontje heeft zijn langste tijd gehad. Voor een groot gedeelte wel, ja. Gedreven natuurlijk door allerlei smartphones en technologieën die we eigenlijk met z'n allen al heel gewoon vinden. Is er dan nog ruimte voor allemaal die functies als receptionistes en dat soort telefonistes en dat soort dingen? Ja, nou ja, wij denken. Secretaressen zijn al bijna verdwenen. Nou, voor een groot gedeelte misschien wel in het grootzakelijke segment. Maar je ziet in het MKB dat daar nog steeds wel een bepaalde functie heeft van zo'n receptioniste. Die nou toch het gezicht is van zo'n bedrijf als je binnenkomt. Wij zien de receptionisten ook heel erg belangrijk op dit moment in de OneNet marktbenadering. Waarin we zeggen, die receptionisten, die zie je niet altijd als de ster van het bedrijf. Wij zien dat soms wel. Wij zien echt dat die persoon die ster van het bedrijf kan zijn, omdat ze zoveel weten. Die hebben we in het zonnetje gezet met de company Voice of Holland. Waarin we samen met onze partners proberen bij die MKB'er binnen te komen. En zeggen van joh, die receptionisten die wil misschien een veel makkelijker systeem. Dat hebben we voor je.